5. Pluriforme samenleving, les 2. Nederland is veranderd. Deze les kijken we hoe Nederland is veranderd. Ja, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog. We zien dan dat Nederland, of de Nederlandse cultuur, enorm dynamisch is. Dat er enorme veranderingen zijn en dat we toch nog het gevoel hebben dat we, ja, onze eigen cultuur hebben. Nou, we kijken dus ook even terug naar de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Hoe zag onze cultuur er toen uit en hoe is die aan het veranderen geslagen na de Tweede Wereldoorlog? Wat was Nederland voor een samenleving voor de Tweede Wereldoorlog? Nou, we hadden sterke gezagsverhouding. Er was weinig sociale mobiliteit. Mannen en vrouwen leefden naar traditionele rolpatronen en Nederland was sterk verzeild. Nou, ik lees eigenlijk gewoon voor wat hier staat, maar ik ga daar nu op al die 4 punten even nader in om het een beetje, ja, met voorbeelden uit te leggen. Allereerst waren daar de sterke gezagsverhoudingen. Er was heel veel waarde, werd er gehecht aan autoriteit. Nou, autoriteit, dat is eigenlijk, ja, zeg maar de baas. En dat kan op alle niveaus zijn. Dat kan gewoon de dominee of de pastoor zijn van de kerk. Dat kan een leraar zijn. Dat kan de baas zijn in de fabriek. Maar ook bijvoorbeeld een dokter of een advocaat of een notaris. En het uiteraard natuurlijk ook de burgemeester. En zeer zeker ook weten de minister-president en toen koningin van Nederland, Wilhelmina. En als we bijvoorbeeld kijken naar in de klas zat iedereen keurig in een rijtje, rechtop en hield echt zijn lippen stijf op elkaar. Praten was uitgesloten. De leraar was niet alleen de baas, maar die had ook de macht over je. Je ouders, die waren het altijd met de leraar eens. Want de leraar was ook de man met de kennis. Ouders hadden vaak ook die kennis niet. En konden ook moeilijk weer spreken wat zo'n leraar dan zei. En zo'n leraar had zoveel macht dat in die tijd ook andere manieren waren om jou stil te krijgen. Er werd bijvoorbeeld met een rietje op je vingers getikt. Nou, zeg maar gewoon gerust geslagen op het moment dat jij tot de orde moest worden geroepen. In die jaren was er ook sprake van weinig sociale mobiliteit. Als jongere kreeg je weinig kansen. Werd je als kind geboren in een lage sociale klasse, was je vader bijvoorbeeld fabrieksarbeider of timmerman, dan was de kans heel groot dat jij ook daar eindigde. Je moest al vroeg ook gaan werken. En ja, omdat je ouders weinig geld hadden, moest jij ook meehelpen geld te verdienen. En ja, een bekende uitdrukking uit die tijd is: wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Oftewel, verdiende je ouders weinig geld, dan was de toekomst voor jou ook één met weinig geld verdienen. Dit zien we pas na de Tweede Wereldoorlog veranderen. Er was sprake van traditionele rolpatronen. Het gezin, dat was de normale situatie. En de man was het hoofd van het gezin en verdiende het geld. De vrouw bleef thuis, zorgde voor de kinderen en het huishouden. Er waren wel wat feministen bijvoorbeeld die erin slaagden om vlak na de oorlog, na de Eerste Wereldoorlog, het vrouwenkiesrecht gedaan te krijgen. Maar het hele rolpatroon, hoe de gezinnen in elkaar zaten, dat veranderde pas eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. En dan ook nog niet direct na de Tweede Wereldoorlog, zullen we straks zien. Zo'n advertentie zoals hier uit een krant van voor de oorlog is heel typerend voor de rolpatronen in die tijd. En dan de laatste hadden we de verzuiling. Nou, vraag het nog maar aan je ouders, die zullen dat misschien ook nog wel deels hebben meegemaakt. Want de verzuiling duurde nog tot tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog. Nou, in Nederland hadden we eigenlijk 3-4 belangrijke zuilen. Dat waren de katholieke zuilen, de protestantse zuilen, de socialistische zuilen en de liberale zuilen. Behoorde je tot zo'n zuil, dan was je niet alleen zomaar katholiek, maar dan hoorde je ook bijvoorbeeld, of tenminste, dan ging je kind naar een katholieke sportvereniging. Dan ging je kind naar een katholieke school. Dan luisterde je naar de katholieke radioomroep, de KRO. Dan las je in een katholieke krant, bijvoorbeeld de Volkskrant, dat was tot 1966 nog een echt gewoon een streng katholieke krant. En natuurlijk stemde je op een katholieke partij. Nou, dat was bijvoorbeeld de
katholieke volkspartij, de KVP. En dat gold ook voor de protestanten, dat gold ook voor de socialisten, dat gold ook voor de liberalen. Hè? Katholieke KVP, protestanten, bijvoorbeeld voorlopers van de ChristenUnie, socialisten, voorlopers van de Partij van de Arbeid en de liberalen, voorlopers van de VVD. En kreeg je een vriendje of vriendinnetje, dan zorgde die er wel voor dat hij ook uit die zeil kwam. Want was jij katholiek en kreeg je een protestantse vriendje, dan werd er gezegd, oh, twee geloven op één kussen? Daar slaapt de duivel tussen. Met andere woorden, dat kon niet. En dat werd ook in je familie heel erg sterk afgeraden. En je moest wel sterk in je schoenen staan, wilde je dan toch niet alleen met een protestants meisje thuiskomen, maar zelfs met het protestantse meisje trouwen. Een mooi voorbeeld hiervan is prinses Irene, zus van de oude koningin Beatrix. Je zou kunnen zeggen oud-tante van Willem-Alexander, of tante van Willem-Alexander. En zij trouwde in de jaren 60 met de Spaanse prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma. En deze man was Rooms-Katholiek. Prinses Irene was protestants en bekeerde zich tot het katholieke geloof om met deze katholieke prins te kunnen trouwen. En dat zorgde nogal voor een relletje in Nederland, waar dit kon niet in het verzeilde Nederland. Na de oorlog zien we zes belangrijke ontwikkelingen die we even één voor één gaan beschrijven, die onze samenleving, die onze maatschappij enorm doen veranderen. Die de maatschappij uiteindelijk maken zoals wij die nu kennen. En ook onze maatschappij is natuurlijk maar een momentopname. Als wij over 50 jaar gaan terugkijken, zullen we zien dat die maatschappij heel anders is dan die nu in 2021. Nou, de zes ontwikkelingen zijn groeiende welvaart, ontzuiling en ontkerkelijking, individualisering, het ontstaan van jongere culturen, de emancipatiebeweging en globalisering. Allereerst is daar de groeiende welvaart. Nou, Nederland moet na de oorlog weer worden opgebouwd. Nou, met hulp van onder andere het jullie wel bekende Marshallplan, geld dat we van de Verenigde Staten krijgen. Maar ook dankzij bijvoorbeeld de Fonds van Aardgas in Groningen gaat onze economie echt enorm snel weer groeien. En eind jaren 50 zien we dat de welvaart toeneemt, dat we veel meer geld hebben. We hebben niet alleen maar geld om te wonen en te eten, maar we hebben ook geld om extra dingen te kopen. Om te consumeren. We kunnen een tv kopen, we kunnen een koelkast kopen. En Nederland wordt langzaam zeker de consumptiemaatschappij die we nu zijn. En mensen krijgen ook meer vrije tijd en geld om iets met die vrije tijd te gaan doen. Mensen gaan voor het eerst op vakantie. Kamperen. Later zelfs luxe op vakantie. We zien ook een ontzuiling en ontkerkelijking. Nou, wat is ontkerkelijking? Het mooie woord secularisatie. Is dat veel minder mensen steeds lid worden of lid blijven van een kerk. We zien bijvoorbeeld na 1960 een enorme daling in het aantal katholieken. Protestanten gaat het ietsje geleidelijker. Protestanten nemen ook wel af, maar niet in datzelfde tempo als bijvoorbeeld katholieken. Maar tegelijkertijd zien we ook dat mensen niet meer in die zuilen willen blijven. In die, met name ook katholieke zuilen, maar ook de zuil van bijvoorbeeld het socialisme. Ook bijvoorbeeld dankzij de tv komen we met elkaar standpunten in aanraking. Ook al kijkt de katholiek naar de KRO en de socialist naar de VARA. Ondertussen zijn er ook avonden dat beide omroepen niet op tv zijn en men toch ook andere dingen ziet en andere ideeën opdoet. Nou, we zien wel dat religie heeft ook een bepaald soort houvast. En mensen zoeken nog steeds wel naar houvast. En we zien dus ook een groeiende toename van andere religies, bijvoorbeeld de islam. Natuurlijk ook door de toename van de gastarbeiders. Ook hindoeïsme, ook bijvoorbeeld vanuit Suriname waar heel veel Hindoestanen wonen. Maar ook belangstelling voor andere vormen van spiritualiteit. Zoals bijvoorbeeld yoga, wat uit India overkomt. Individualisering. De welvaart groeit. En ook met die groeiende welvaart wordt ons leerplichtmodel zodanig ingericht dat het makkelijker wordt om op te klimmen op de maatschappelijke ladder. Voor het eerst
kunnen, zonder dat je daar heel veel geld voor nodig hebt, kinderen van arbeiders ook naar de universiteit en dus daarna een veel betere baan krijgen. Nou, het is niet meer zo dat degene die boven je staat alles weet en jij niks weet en dus naar hem moet gaan luisteren. Je krijgt je eigen mening. Mensen worden mondiger, zoals dat met een mooi woord heet. En daardoor neemt ook de individualisering toe. We zien dit door allerlei protesten van jongeren in de jaren 60. We zien dit door de opkomst van nieuwe, niet aan de zuilen deelnemende partijen. Als bijvoorbeeld de D66, waar ja, de burger, de individuele burger, centraal staat. Vlak na de oorlog hebben we de zogenaamde babyboom gehad. Er werden ontzettend veel kinderen geboren in Nederland. En deze kinderen zijn in de jaren 60 pubers. Nou, we hebben gezien dat in de jaren 60 de vrije tijd en de welvaart toeneemt. En daar, dan ontstaan er allerlei jongerenculturen. De jongeren hebben meer vrije tijd en willen zich ook als het ware ja, laten zien. Ze willen ergens bij gaan horen, maar wel bij gaan horen bij iets wat ze zelf bepalen. En je krijgt de nozems op stoere brommers. We krijgen de hippies met flowers in hun hair en die wereldvrede prediken. We krijgen de provo's die, met, daar komt het woord ook vandaan, die provoceren, die de oude macht eigenlijk niet meer de logische macht vinden en vinden dat er vernieuwing moet komen. En ook iets later, de punkers die zich eigenlijk afzetten tegen alles en iedereen. Je zou kunnen zeggen, de moderne anarchisten. Dan de emancipatie. Was het nog zo dat tot 1957 een vrouw handelingsonbekwaam was? Dat gaat eindelijk veranderen. Handelingsonbekwaam betekende dat als jij als vrouw in die tijd ging trouwen, dan moest jij, of dan werd jij ontslagen. Dan mocht jij niet meer gaan werken, want jij moest voor je gezin en voor je kinderen gaan zorgen. Je man was degene die alles beheerde. Die beheerde dus ook een bankrekening. Jij kon als getrouwde vrouw geen eigen bankrekening op. Nou, dat veranderde na 1957. Vrouwen konden ook, hadden we ook al gezien, hè, opklimmen op de maatschappelijke ladder. Want het was mogelijk om een hoger opleidingsniveau te krijgen. En daarmee ook meer economische onafhankelijkheid krijgen. Want je kon een betere baan krijgen of een goede baan krijgen. Zodat je als vrouw ook zonder hulp van man je staande kon houden in de steeds veranderende maatschappij. En ook de rolpatronen binnenshuis in gezinnen tussen mannen en vrouwen veranderden. Weliswaar zeer langzaam. De vrouw achter het aanrecht en de man met een sigaret of een sigaar in de stoel met zijn benen op tafel kijkend naar tv is nog best wel vrij lang, ook na 1957, het normale rolpatroon geweest. Maar langzaam en zeker is die toch gaan veranderen. Heeft er ook mee te maken dat door bijvoorbeeld een soepele abortuswetgeving en de komst van de anticonceptiepil, vrouwen zelf konden bepalen of ze wel of niet zwanger werden. In plaats van 4, 6, 8, misschien wel 10 kinderen, werden er nog maar 1, 2 of 3 kinderen geboren. En minder kinderen betekende minder taken in het huishouden. Minder oppas. Vrouwen konden ook meer gaan werken. En ook werd er van de man verwacht dat hij hier een rol in ging spelen. Nou, we hebben ook al gezien dat dat hogere opleidingsniveau leidde er ook toe dat de vrouw wist dat het ook anders kon. En zo verandert de maatschappij ook door de emancipatie. Vrouwen die riepen baas in eigen buik, dat was met die abortuswetgeving, dat zagen we opkomen eind jaren 60, begin jaren 70. Dit waren de Dolle Mina's, genoemd naar Wilhelmina Drucker, een van de vrouwen uit de eerste emancipatiegolf in het eind van de 19e, begin van de 20e eeuw. Dit wordt ook wel de tweede emancipatiegolf genoemd. Dat wil echt nog niet zeggen dat man en vrouw hierna ook helemaal gelijk waren. Zelfs vandaag de dag speelt dat nog een rol. Een paar jaar geleden hadden we natuurlijk dat hele gedoe, de hele ophef met het hele MeToo gebeuren. En als we nu kijken bijvoorbeeld naar de salariering, oftewel het salaris, mannen en vrouwen die voor hetzelfde werk niet hetzelfde betaald krijgen. Mannen verdienen altijd nog steeds gemiddeld 10% meer. En dan is daar de globalisering.
Het woordenboek zegt de ontwikkeling waardoor mensen wereldwijd steeds meer met elkaar verbonden raken. Dit klinkt heel positief, maar dit heeft ook wel negatieve gevolgen. Daar gaan we niet al te diep op in, maar we zien dat door betere transportmogelijkheden en nieuwe communicatiemiddelen, telefoon, mobiele telefoon, fax en nu ook internet, de internationale handel snel gaat groeien. Bijvoorbeeld de uitvinding van de container, ja, zorgt ervoor dat het haast niets kost om goederen van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld. Multinationals, die al voor de oorlog waren ontstaan, zoals Philips en Unilever, groeien razendsnel. En dankzij de liberalisering die ook in de politiek ontstaat in de jaren 80 in de Verenigde Staten met Ronald Reagan en in Groot-Brittannië met Margaret Thatcher, wordt de handel ook liberaal. Oftewel, er worden weinig beperkingen opgelegd om als land onderling met elkaar te handelen. En hierdoor krijgt de globalisering een enorme boost. En ja, wat daar de nadelen van zijn, dat vertel ik jullie bij Aardrijkskunde. Dit was week 5 maatschappijleer, les 2 van de pluriforme samenleving. Nederland is veranderd. Kijk ook even de drie filmpjes die op magister.me staan. En ga ook even kijken naar de discussievragen die daarbij horen.